Go, 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 go! Lorenzo, go! Beste mensen, welkom bij de nieuwe vlog van Mr. Fast. In deze vlog gaan wij op een bizar, maar dan ook echt een bizar avontuur. We gaan door de bergen, we gaan door grensovergangen, we gaan knallen met maar liefst 35 supercars. En dit door Portugal, Marokko. Ja, ja, dat hoor je goed, Marokko. We starten in Lissabon. Nou, dan gaan we in het splinternieuwe Algarve Hotel. Vandaar gaan we naar Tanjung, we gaan door Rabat, Casablanca. 2 dagen in Marrakesh en we eindigen in Marbella. Wij gaan jullie meenemen. Zo. Ja, alsjeblieft. Yes. Salam alaikum. Good morning, people. Nou, we hebben de Tanja gehad. Bruh. We zijn nu vertrokken richting Marrakesh. Yes. Het wordt een beste rit. Ben je er klaar voor, maat? Van iets van 6-7 uur rijden, hè? Ja, man. 6-7 uur rijden. Yes. Mensen, ik ben even aan het kijken op mijn dashcam, want iemand heeft water gespoten op mijn auto, water gegooid en daar confetti op geplakt. Altijd confetti op geschoten dus. En dat is allemaal blijven plakken, dus ik ga even achterhalen wie dat is. Dan gaat hij dat dubbel en dwars terugkrijgen, ja. Want we hebben echt heel veel confetti bij, dus we hebben tenminste één ding waar we dan kwijt kunnen raken. Als je die pakt, dan is die denk ik wel te lul dat. Ja, maar dat gaat ook gebeuren. Nee, ik kan het even niet zien. Ik kom er zo achter wie dat gedaan heeft, hoor. Ze gaan natuurlijk niet liegen tegen mij vanuit de crew en dergelijke. Oh ja, dat is waar. Ja. Kijk man, strijders gewoon, hè. Gewoon strijders. Nou, wij kregen net een bericht in de groepsapp dat er een oma aan het oversteken was over de snelweg. En daarna nog een bericht dat er gasflessen op de snelweg lagen. Waarschijnlijk van de vrachtwagen afgevallen. Het laatste was dat er overstekende schildpadden waren. Ja, what the fuck. Ja, is wel gevaarlijk, hoor. Hé, maat, als zo'n joekel is, als je daar tegenaan ketst. Ja, is klaar. Hé, maat, we zijn ook klaar met de schildpad, hè? Ja, zo zijn we klaar met de schildpad. Oh, ben jij er nog op zich? Oh, het is achter ons. Hoe gebeurt dat? Een jonge gast, dus oppassen hoe hij rijdt. Ja. Je ziet daar gelijk hoe hij invoegt en Duits voegt. We hebben even de pitstop gehad. Kijk eens. Nice. Nou weer onder rood. Toe Marrakesh. Ja. Daar heb jij hem ook weer, hoor. Zijn je voor cabrio rijden, hè? Als je niet rijdt. Hij was het dus. Oh, dat heb jij vanochtend gedaan in de auto. Op mijn auto, ja, hè? Wat zei je? Heb jij dat vanochtend gedaan op mijn auto? Nee. Wie heeft dat gedaan dan vanochtend? Dat was mijn rechterhand. Wie was jouw rechterhand? Wie was jouw rechterhand? Say hello to my life! Oh nee, ik ben door!
Gewoon even vier erin gegooid, hè, man. Dat is gewoon klaar. Gewoon even vier erin gegooid, hè, hier zo. Oh. Hij doet dat nooit meer. Visualisatie is een realisatie of zoiets. Ja, zoiets in die richting. Zoiets was het, maar ik weet ja, nu even niet precies wat ik. Mensen, wat gaan wij nu doen? Wij gaan Sazan in de rook zetten. Hij moet wel achter mij blijven rijden. En dat gebeurt. En ja hoor, dat gebeurt. Ja, ja. Kijk, hij staat in de kant. Hij probeert de hele tijd te wisselen van baan. We gaan even een confetti knallen richting de street chasm crew. Maar het is nu rood, als wij hem nu knallen, dan komt hij bij ons in de auto. Dus dan moet u even rollen. Yes, let op. Ben je overstapt op zo'n brommer? Heb je er nog eentje? Jazeker. Dan doe ik deze nu. Oh, precies erop. Ja. Maar ook, je vermerkt ook aan het gas, zeg maar. Ja toch? Dus zet hem even zo. Ja. Je voelt dat het anders, snap je wat ik bedoel? Zeg maar, alles, de stuur, maar ook gewoon het gaspedaal. Het is anders dan elke auto waar ik ooit, maar dan ook echt ooit in heb gezeten, zeg maar. Je drijft een Ferrari, when you are someone. Je drijft een sportsauto, when you try to be someone. Nou snap ik het. Nou snap ik het. Wauw. Moest vertel eens over hoe het gevoel was toen jij je eerste Ferrari ging halen. Hoe ging dat, zeg maar? Maar dat was echt wel de nacht ervoor, zeg maar. Ja? Dat was ook echt in slaap. Nee, hè? Nee. Was dat ook je eerste echte sportsauto? Of was nee, toch? Nee, daarvoor heb ik een RS6 gehad. Oh, zo toch? Ja, een RS6 heb ik gehad, de C7. En daarna had ik een M5, okay. RS4. En met die RS4 had ik ook de Ferrari. Holy shit, hè. Welke Ferrari was dat nou de eerste? California T. Oh ja, dat was gele. Gele, ja. Ja. Moet je wel bijhouden, hè? Ja, oké. Okay. Niet overdrijven. Eerst even de auto leren. Ja. We zijn dan gestopt bij een tankstation om even wat bij te denken en de auto ervan te gooien. Ja. Loop even mee. Drie keer aan wat ik heb gezien. Wat denk je dat ik heb gezien? Gooi het in de comments. Maar wel eerlijk zijn, hè. Van een loslopende kledingzaak. Oh, alles. Je hebt alles. Mashallah. Hij zegt niet, Ari, how much is it? Of dat zo? 20 dirham. 200. 200. Hij zegt al 200 dirham. Dan gaan we niet. Sorry, man. Wegwezen. Hij betaalt geen inzuur. 200 dirham is voor 20 euro. Nou, wacht maar totdat mijn Mr. Fast pet op de markt komt. Ga ik ze allemaal uitconcurreren. Allemaal uitconcurreren. Tja, sahbi. Veel van Marok. Legend! Allah!
Ik ben net een beetje grimmig omdat er op een gegeven moment met het 35 van die jonge gastjes. Ja, weet je, we gingen echt de hele wereld. Ja, je gunt ze allemaal een t-shirt en een gele vestje. Hè? Maar het werd grimmig. Toen dacht ik, nu moeten we weg. En ik begreep net van jou dat er eentje aan je zakken zat. Ja man, er was eentje die liep wilde met mij mee. Hij begon opeens heel dichtbij te lopen. Opeens begon hij naar mijn zak te krijgen. Ik zeg, luister dan pik. Maar hij verstond geen klote van. Hij zei, Hollanda. Ik zeg, oh, wat? Maar goed, maar niet uit. Nou mensen, de crew is hartstikke mooi bezig. Maar we gaan ze even laten schrikken met een confetti. Ik schrok zich helemaal de pletterke. Ik denk dat ik een pak slaag ga krijgen hoor. Ik denk. En ik denk dat ik dat ook heb verdiend, die pak slaag. Oh, dat is Marco. Hey Marco. Yeah. Oh, we gaan opeens over. Van confetti. Ja, ik wees. Oh shit. Ik denk dat wij je blijven even moeten bedanken. Ja, hij ging op de rem en dan wij er tussendoor konden. Ja, dat is netje denk ik. Ja, maar that's the sweet guys and family. Yes sir, yes sir. En dan komt u weer van links. Ja, even bedanken. Ja, dank je wel. Over? Ja, is goed. 3, 2, 1. Let's go. Ga maar. Yes. Lekker man. En bij het hotel. Oh ja. Salaam alaikum. Sorry? Yes, yes. No, this is side of Galatasaray, Turkey. Thank you very much, brother. No, okay, I will. Yes, yes. Thank you. Thank you very well. Nou, we zijn aangekomen in het hotel. Heerlijk. Zo, Pimmetje, lijkt net een handgranaat zo. Ja, letterlijk, man. Ik match wel met je shirt, zie je dat? Ja, wat die? Oh, ik kom maar aan. Zo, that's it. Let's go. Yes. And yours? Okay. But really, you came to the best place. Okay, is this the best place? Yes. There is the sport. The gym. Ah, that's the gym. We don't need the gym. Forget it. We don't need the gym. Maybe tennis or box. Also not. Box. No. Just swimming pool. Swimming pool. It's 30 degrees. There is an Olympic swimming pool, but it's smaller. No, we want to go to the biggest swimming pool of Marrakesh. Exactly. 2,000 square meters. You learn your lesson.
zo. Go! Nee, boy, je bent viral! Ik ben al viral! Let's go, Lorenzo! Ik ben getrouwd, moest je weten.